superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Tess Madeleine en vandaag heb ik Cool Aid Popping Candy. Ik heb laatst ook al Cool Aid uitgetest gewoon als drankje. Maar toen ik dat aan het bestellen was, kwam ik ook deze tegen. En ik dacht, als ze toch aan het inslaan zijn, ga hem gelijk halen natuurlijk. Hier zitten drie smaken in. Tropical Punch, Cherry en Grape. Ik ben benieuwd, want ik vond de Cool Aid als drankje zijn heel erg chemisch smaken. En gewoon zuur. En dit is dus popping candy. Dus als ik het uit in mijn mond doe, gaat het helemaal poppen. We hebben hem opengemaakt. En dit zijn de zakjes. En deze zakjes lijken op de daadwerkelijk Cool Aid zakjes die je gebruikt om een drankje van te maken. Ik denk dat we gewoon zo in onze mond moeten gaan doen. En dan gaan we beginnen met cherry. Deze zijn in ieder geval lastiger open te maken. Ik heb er even een mes bij gepakt. Dus ik moet even buiten de camera om een sneetje zo maken. Want YouTube wordt niet blij als ik een mes in beeld heb. Nou, kijk eens jongens, het is gelukt. Dit is hoe het eruit ziet. Het is rood, want ja, cherry. En het lijkt verder op gewoon van dat normale snoepsuiker. Oké, we gaan het gewoon uitproberen. Hij is heel erg zoet. Waar het drankje zuur was, is deze gewoon heel erg zoet. Verder, hij knettert wel goed. Zodra je je mond opent, dus stopt hij ook weer met knetteren. Dus je moet je lippen wel echt tegen elkaar aanhouden, zeg maar. Ik vind hem goed te doen. Ik raad deze in ieder geval aan. Maar volgens mij kan je hem alleen maar eens een 3-pack kopen. Dan heb ik de tweede. En dat is Grape. Nou jongens, een mes is gewoon een uitvinding. Ik heb hem gelijk open gekregen. En dit is hoe het eruit ziet in het zakje. En die is niet scherp gesteld, wou ik zeggen. En dit is dus waarom je eigenlijk niet heel die bovenkant ervan af moet halen. Maar nu zit het helemaal op mijn trui en zo. Dus ik ga het van mijn trui op mijn hand doen. En na deze video moet ik hier goed gaan schoonmaken. En mijn trui misschien uitwassen. Zo ziet het er dus uit op mijn hand. De Grape. Dus deze is paars. We gaan het gewoon uitproberen. Deze is wat minder zoet. En terwijl ik aan het praten ben, is hij nog steeds een beetje door aan het knetteren in mijn mond. Dus deze blijft ook knetteren wanneer ik mijn mond open heb. En wat ik ook heel erg fijn vind aan dit snoep, is dat hij dus niet afgeeft qua kleur. En ja, deze raad ik ook gewoon aan. En dan als laatste van het zakje met de popping candy van Cool Aid. Tropical Punch. En ik moet even wat kwijt over de verpakking van Tropical Punch. Want hier is hij dus blauw. Maar ik heb net ook Tropical Punch Prime uitgetest voor een andere video. En die is rood. Aan de andere kant, de Cool Aid mascotte is wel rood die hierop staat. Maar die is op ieder pakje rood. Maar goed, dat valt mij dus in ieder geval op aan de verpakking ervan. Want ja, ik ben een blij vormgever. We gaan deze ook gewoon openmaken. En ik verwacht dat deze blauw gaat worden uiteraard. Dit snoep is 3+, staat erop. En dat heeft waarschijnlijk mee te maken, omdat het dus popt in je mond, dat het voor kinderen pijn kan doen of dat ze het eng vinden of zo. Want je voelt wel daadwerkelijk dat het inderdaad aan het knetteren is. Kijk, en deze is gewoon letterlijk blauw-blauw, als een echt goed blauw, zoals het rood was. Paarse was in dat opzicht niet heel erg sterk. Oké, we gaan het gewoon proberen. Het is wel zoet. Zo. Je hebt mijn reactie net al gezien en gehoord. Maar deze is heel erg zoet. En deze geeft een blauwe tong. Niet heel sterk. Maar ik heb hem natuurlijk ook niet overal op mijn tong gespeeld gehad. Deze is dus best wel zoet. Dus deze zou ik wat minder snel aanraden. Maar dat komt meer omdat die voor mij gewoon te zoet is. Goed. Over het algemeen keur ik hem dus helemaal goed. En raad ik je aan dit pakketje te kopen als je ergens eraan kan komen. En als je dit video ook leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk op mijn kanaal voor meer video's. Druk ook meteen op het belletje naast de abonneerknop. Zodat je nooit meer een melding van mij hoeft te missen wanneer ik een nieuwe video upload. Laat in de comments weten wat voor video's je hebt gemeld in mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot bij de volgende video. Doei doei!